Funpop is een festival voor mensen met een beperking. Nou, hebben we allemaal wel onze beperkingen, maar dit is speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking. En ja, we hebben heel veel aanpassingen voor die doelgroep hier op het festival. Ja, eigenlijk is elke dag op Funpop één groot hoogtepunt. Want als je kijkt hoeveel blije gezichten hier allemaal zien, jullie zullen straks ook zien als jullie over het veld lopen. Zoveel blije mensen. Om 10 uur gaat de poort hier open en dan is het eigenlijk al één groot feest en één groot hoogtepunt voor ons. En zien er ook dieptepunten geweest? Bijvoorbeeld het weer of zoiets? Nee, eigenlijk gisteren was het veld behoorlijk modderig. Vandaag veld het mij. Maar dan zie je ook wel dat de mensen er het beste van maken. Het maakt de mensen nieuw dat ze wat onder de modder zitten. Ze lachen erom en lopen zelfs extra soms naar de modderplassen in. En het maakt hun eigenlijk niet zo heel veel uit. Meneer, is gezellig? Heel gezellig. Veel leuke artiesten. En wie kijk je mensen uit? Welke artiest? Vandaag naar Krantje Bobby en gisteren was Emma Heesters, mijn favoriet. Lex Uiting komt ook nog, hè? Die vind ik ook leuk, die ken ik, kijk altijd op tv en ik heb geregeld met de organisatie dat ze hem speciaal naar mij laten zwaaien. En hoe is het op Funpop? Nou, heel leuk. We hebben heel leuk gehad. We hebben gisteren ook leuk gehad. En ik ben in Draaimolen geweest. Ik heb wel hoog gevreesd, maar ik heb wel leuk gehad en we gaan nu karaoke doen. Hoe is het op Funpop? Leuk, ik heb groen aan mijn zin. En waar komen jullie vandaan? Heemstede. Heemstede, bij Haarlem, hè? Haarlem. Met de fiets? Nee, met de bus. Zijn we gekomen, met de bus. Met de bus? Ja, zwarte. De Funpop kent alleen maar hoogtepunten. Kijk de mensen hier hoe vrolijk dat ze allemaal zijn. Daar kunnen nooit geen dieptepunten aan vingen. En Mario, wat is er zo mooi in Funpop? De gezelligheid, de vrolijke mensen, gewoon iedereen is blij. Weer of geen weer, iedereen is blij. En vrolijk. En er zijn ook mooie artiesten geloof ik, Mark. Er zijn altijd leuke artiesten. Het is altijd een leuk programma voor iedereen. Voor de mensen van de doelgroep. Maar vooral ook voor de vrienden, de familie die eromheen zitten en ook andere geïnteresseerden. Altijd welkom. Voor een dag op Funpop gegaan, zeker met een glimlach naar huis. Ik wil mijn moeder bedanken en mijn vader en mijn broer. Mijn broer, pa, ma, ik ken ze zitten mee. Heel veel plezier nog op Funpop, hè? Zeker, dankjewel.